Hey, what up? JJJ Army, leuk dat jullie kijken naar deze video waar ik heel boos ben. Ik ben heel boos en ik ben boos om één reden. Een van mijn allerbeste vrienden heeft me verraden. Wat dus betekent dat het niet een van mijn beste vrienden is. Wat een klojo. Wat een ongelofelijke... Klojo! Dacht ik, ik kan hem vertrouwen, maar niet. Als je nou denkt van, oh, waarom ben je nou zo boos? Moet je kijken. Linktijger, Jer Army, Jeremy Frieser District. Wilt hij views halen, hè? Denkt hij van, oh, ik heb geen views meer. Jer Army, die gaat zo snel, die groeit me voorbij als een tierenlier. Ik moet eventjes heel snel een districtje maken. Ja, en ik vertel hem lekker helemaal niks. Ik doe lekker gewoon alsof ik niks weet, hè? Dat was echt een letterlijke imitatie van Link. En dit is dus de video dat we gaan reageren op dit slechte nummer. Want ik weet nu al dat het een slecht nummer is. Want als Link in een bos staat, dat betekent vaak dat hij dingen gaat verbranden. En het is in ieder geval niet mijn merch, want die heb ik niet. Dus haha, Link, weet je wat er zo grappig aan is? Ik zocht merch van jou, maar dat heb ik niet eens. Waarschijnlijk omdat ik het niet eens wilde. Oké, genoeg boze uitspraken gehad. Zelfs Joost dacht, wat is dit nou? Echt, inderdaad, wat is dit nou? Wat is dit nou? En weet je wat nog het harde is? Waarschijnlijk hoef ik niet eens eentje terug te maken. Want hij maakt zichzelf al kapot hiermee. De Jer Army is te sterk. Ik ben nu al boos voordat ik hem heb gezien. Dislike je. Hoppakeetje. Oké, laten we dan maar gaan luisteren. Ik ben benieuwd. Ik vind hem nu al slecht. Nou, ik vind hem nu al slecht. Hij is niet leesbaar allemaal. En al die dingen. Hij gebruikt gewoon mijn Jer Army naam. Zeg maar, voordat het ontploft. Om daar nog eventjes op te kunnen genereren. Wat een hond. Ja, het is een army. Zet je army. Dus jij hebt een leger. Vol met kidsoldaten, ja. Want je viewers die zijn 9. Je zit bovenop al die kids als een generaal. Zelfs Freek Vonk is gechoqueerd van je sidderaal. Hij zegt, mijn kijkers die zijn 9. Zullen we heel eventjes naar een moment gaan dat Link een soort van show had met Don in een theater. Iedereen in de rij was gewoon kleiner dan zijn heuplengte. Oef. Never dat ik een faal, laat mij het zeggen man. Produceer deze track, want je bent slechter dan ik. De baas van de game, het duurde erg lang. Voor je mij had ingehaald, je bent verre van. Voordat je mij had ingehaald, je bent verre van. Volgens mij heb ik hem nu ingehaald. Gewoon, volgens mij heb ik letterlijk nu Link ingehaald. Maakt niet heel veel uit, Link. Weet je hoe erg relevanter ik jou heb geprobeerd te houden? En dan doe je alsnog dit. Don doet zelfs mee. Heb je hem zo ver gekregen? Kijk hoe ontevreden die is. Hij vindt het nu al niet leuk. Produceer deze track, want je bent slechter dan ik. De baas van de game, het duurde erg lang. Voor je mij had ingehaald, je bent verre van de beste van de squad. Nee, een cheater met een sterk plan. Je melk Don uit voor je views, wees een echte man. Geen goede uiers, mannen hebben er maar één. Je knieuwt voor Don en zuig ze pik als een steen. Fucking baby. Fucking baby. Dat is echt een basisschool opmerking van je hebt in je broek gepoept, je bent een baby. Ik heb trouwens heel lang Don al niet meer in mijn video gehad. Dat is gewoon, hij wil gewoon niet meer. Hij wil niet meer. Ik moet trouwens nog steeds de titel gebruiken Don Eet. Want nou als ik deze video gewoon noem Don Eet. En terwijl te reageren op deze link video is. Jij vindt onder namen schuilen fijn, je heet de traman omdat je fits om te huilen zijn. Wij hadden van het start tot een barrière, ik verzon traman, het begin van je carrière, bitch. Vroeger had ik een karakter die heette traman, volgens mij had ik toen echt 100.000 abonnees of zo. En daar is hij nog steeds zo trots op, maar er zijn zoveel dingen die ik voor Link heb verzonnen. Zoveel concepten, zoveel video-ideeën die Link heeft gedaan en uiteindelijk, ja weet je, doe maar zo. Hey yo, je piemel is gehengd, stad van Roos laat niet lekker, die erectie van je is als aan een doodpaard. Ik had een afspraak, maar je mocht niet mee. Dus word niet boos als ik met Roos. Maar de lieve Jasmijn, een orchidee. Maar als ik dat doe, dan weet ik dat ik fout zit. Dan wordt het besproken op het kanaal van de goudsmid. Paltje, doe maar rustig, want dit gaat niet over jou. Als ik je boos zou willen maken, dan dist ik wel je vrouw. Terug naar Jer. Nou, hij ging ineens over op Paul. Oké, dat vind ik prima. Maar heeft hij het nou over met vrouwen in bed liggen? Roos, het ging over jou. Roos! Wat? Het ging over jou. Hij heeft jou erbij betrokken. Hoezo? Ja, weet ik veel. Hij zegt dat hij een orgie deed. Maar ik heb hem nooit op me staan. Nee, ja, ik ook niet. Maar ja, zie je. Kijk, hij wilde gewoon heel deze video maken om Dionne halfnaakt naast hem in bed te krijgen. Dat is eigenlijk gewoon wat Link wilde doen. Hé, hey Link, maar als je het over mijn vriendin hebt, vertel anders ook meteen wat over jouw vriendin. Met je bepukkelde, bepuste kutkop. Zit al jaren in de game, dus mijn rust stop, vlug stop. Stop. Je had een milf op je kin, nog steeds ben je even lelijk. Ja, die shit had geen zin. Je hebt je moedervlekje weggehaald. Pak die badana van je kop, gooi hem om je kin. Ja, yeah, want het is echt gefaald. Nu word je is best wel goed gegaan. Gegooid met de reden naar die wens met op je gezicht. Hey yo, je werkte bij de golfbaan. Ja, dat klopt. Ballen van oude mannen vangen terwijl ze die stok in je hol slaan. Ik ben boos, Jer. Waarom? Ik kan never verliezen. Maak je koud, stop het lichaam. Jeremy's vriezer, je zucht zacht.
Omdat je dacht dat je berucht was. Nu eindig ik je show net als een serie van de brugklas. Hey Vincent! Gozer is het ook, hè? Heeft hij jou geholpen met het maken van de video? Want ik geloof er geen reet van dat hij überhaupt dit geschreven heeft. Bedacht heeft van, oh, laten we de track zo doen. Laten we het filmen zo doen. Volgens mij heeft hij letterlijk in deze video niks bedacht. Behalve de titel. Spotify heeft hij waarschijnlijk niet zelf geregeld. Al die mensen in zijn videoclip heeft hij niet zelf geregeld. Naar je computer en drop dan deze track op play. Het is een overname van je Satisfying Saturday. Hey, Don. Don! Gewoon Don als thumbnail is beter dan niet. Oh, dit was het. Dit was het. Matig. Ja, ik zeg het gewoon matig. Hij is best matig. Zegt hij dat ik me verschil achter mijn bandana, maar deze guy die verft al 3 jaar lang zijn eigen haarkleur. Wat is daar dan verschuilen aan? Hij had het over mijn kijkers zijn 9. Ik zou eerder zorgen maken om je eigen kijkers, want volgens mij zijn die echt 10.000 keer jonger dan die van mij. Je had het over, gebruik Don voor views. Oké, doe jij nu ook trouwens. Ik dacht, ik zeg het er even bij. Weet je wat ook het jammer is? Want nu hoopt hij weer dat ik hier een diss-track video op terug ga maken. Maar Link heeft zichzelf al zo vaak gedist op zijn eigen manier. Door het maken van een hel video. En dan maakt hij weer allemaal kut video's. En op deze manier probeert hij dan nog relevant te blijven. Ik bedoel, bruh. Diss-tracks zijn echt van 2 jaar geleden of zo. Toen was dat een beetje hip. Dat had je toen moeten doen. En niet nu. En waarschijnlijk werkt het nu ook gewoon niet meer. Volgens mij had Pascal ook een poging gedaan. Maar goed, Pascal had dan meteen weer een diss-track gemaakt over een irrelevante YouTuber. Ja, dat heeft dan niet zo heel veel zin. Misschien heeft dit iets meer zin. Want ja, weet je. Je zou maar van een relevante YouTuber een diss-track moeten maken. Dat is lastig. Pik als een steen, fucking baby. Jij vindt ondernamen schuilen fijn, je heet de Traman, omdat je fit om te huilen zijn. Hij zeurt hier dat ik de naam Traman gebruikte, maar hey, dat heeft mij meer views opgeleverd dan dat jouw karakter dat opleverde. Hey, iedereen wilde mijn GTA wel kijken, Link. Vond je dat jammer? Nu is mijn rust op, vlucht stop, stop. Je had een milf op je kin, nog steeds ben je even lelijk. Wat had ik op mijn kin? Vlucht stop, stop. Je had een milf op mijn kin. Een milf. Oké, dus er gaat een deel van de video is over mijn kijkers zijn 9. Ik heb Don gebruikt als views. Ik gebruikte de naam Traman als naam. En ik werkte op de golfbaan. Wisten jullie dat Link heeft nergens gewerkt? Hij heeft het over Roos gehad. Roos had het over jou. Daar heeft hij het ook nog even over gehad. Ik dacht, ik refereer even terug. Roos ligt trouwens hier op bed. Zie je er? Ja, ik zie je arm. Ja. Hey. Oude mannen vangen terwijl ze die stok in je hol slaan. Ik ben Bozier, ik kan never verliezen. Maak je koud, stop het lichaam, Jeremy's vriezer. En dan gebruikt hij een soort van geinig referentiepuntje van me voor- en achternaam. Maar deze man is al letterlijk heel zijn YouTube-carrière bang om zijn voor- en achternaam te gebruiken. We hebben hypocrisie en we hebben hypocrititeit. Dus ik weet niet. En dan gebruikt hij ook nog Vincent, een goedkope acteur. Ik dacht, weet je, hij heeft gewoon alle goedkope elementen gebruikt in zijn video om hier een track van te maken. Volgens mij is Vincent echt maar een paar euro per uur of zo. Dus ik snap wel dat hij hem heeft gevraagd. Nou ja, en een leger shirtje in een bos. En ja, dit vond hij leuk hoor. Dat Dion hem even aanraakte. Nou, top joh. Hey, weet je, als jij hier blij mee bent en voor de rest verkoopt hij hier zijn kleding. En wie wil die kutkleding nou kopen joh? Femfiber kwaliteit. Ik zou het niet kopen jongens. Dit is zo'n band. En die zit dan zo om je middel. Zo. En dan loop je en dan hangt Dit hangt daar dan overheen. Ja, ik weet niet. Kwaliteit is ver te zoeken hoor, in ieder geval. Dus dat zou ik in ieder geval niet doen. Kan ook meteen in de comments kijken, weet je wel. Van wie mij verraden. Kijk, deze Lanterfanters, dat is die film- en edit-guy van Milan, kan ook stikken. Weet je wel, die kan er ook in stikken. Ja, zie je, Ronald is het er ook niet mee eens. Ronald vindt het ook al niks. Zelfs Serpent Gameplay is verbaasd dat er ineens een kwaliteit video online is gekomen. Dat zegt al toch genoeg, of niet? Ja, ik weet niet. Volgens mij is die nu al abonnee aan het verliezen. Ja, dat doet hij gewoon helemaal zelf. Dankjewel voor het kijken. Laat een like achter bij mijn video en een dislike bij zijn video. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien in een nieuwe video. En dan zeggen we nog maar één ding en dat is wat zeggen we dan? Oh ja, ik ga denk ik geen diss track terugmaken, want ik wil alleen maar rappen over relevante YouTubers. Hey, ik zie je later jongens. Doei. Dat was geen overgang, maar je kan wel nog klikken op de filmpjes hiernaast. Cool. Ik ben boos, Roos. Of is dat te hard? Is dat te hard? Nee, hè? Behalve de titel. Spotify heeft het waarschijnlijk niet zelf geregeld. Al die mensen in zijn videoclip heeft hij niet zelf geregeld. En die zit dan zo om je middel. Zo. En dan
loop je en dan hangt deze, dit hangt daar dan overheen.